volume van een cilinder. Het volume van een cilinder reken je uit met pi r kwadraat maal h. Nou, die pi r kwadraat, als je die uitrekent, heb je het oppervlak van die cirkel. En doe je die keer de hoogte, dan heb je het volume van de cilinder. Die pi die is te vinden op je rekenapparaat. Als je duwt op shift en vervolgens bij mij op exp verschijnt die in beeld, pi. Zo op s duwen zie je 3,1415. Afgerond is het dus 3,14 die pi. En die pi krijg je ook wel als je de omtrek van een cirkel deelt door de diameter, dan heb je je pi. Nou, we zien hier r. Hieronder, dat hele stuk, is de diameter. En zoals je ziet is de straal de helft van de diameter. Ik ga er eens waardes bij zetten en dan het volume van de cilinder uitrekenen. Nou, de hoogte is 10 en de diameter is 4 centimeter. Hoe groot is nou het volume van de cilinder? Nou, dan krijgen we V is pi keer de straal, dat is de helft van de diameter, dus keer 2 in het kwadraat. Keer die 10. Ik zal hem even invullen. Nou, als je dat hebt, kun je dus zeggen V is pi keer 2 in het kwadraat, pi keer 4 keer 10. Dus we krijgen V is pi keer 4 keer 10. Oftewel V is 40 pi. Het kan dat dat op je rekenapparaat verschijnt, 40 pi. Als je op het S naar D toetsje duwt, maakt hij daar een getal van. En dan wordt het 125,7. Welke eenheid komt erachter? Dat volume is gewoonlijk een kubieke centimeter. Waarom? Je doet pi keer r kwadraat, dus keer centimeter, heb je twee keer gedaan en dan nog eens keer centimeter, heb je drie keer gedaan. Dus het volume is een kubieke centimeter. Nu is het volgende gegeven. De hoogte van de cilinder is 100 centimeter en het volume is 1000 kubieke centimeter. Bereken de straal. Je gebruikt weer dezelfde formule, V is pi r kwadraat maal h. En als je de straal wil hebben, dan kun je zeggen r kwadraat is v die gedeeld door pi gedeeld door h. Oftewel r kwadraat is v gedeeld door pi keer h tussen haakjes. Als je iets naar de andere kant van het is-teken haalt, moet je delen door. Dan vul je hem in. En dan wordt het r kwadraat is het volume. 1000 gedeeld door pi keer die hoogte is 100. R kwadraat wordt 3,18. Nou, als je r dan wil hebben, dan moet je de wortel trekken. Stel je voor r kwadraat is 9, dan is r 3, de wortel van 9. Dus ik ga de wortel trekken. Dus de wortel van 3,18 is 1,78. Had ik nou de diameter gevraagd, dat had ook gekund. Dus stel je voor, ik vraag nou de diameter, d. Dan gaan we even kijken. Als de straal 1,78 is, dan is de diameter twee keer zo groot. Dus niet de kwadraat, maar twee keer zo groot. Dus als je de diameter moet hebben, zou het twee keer de straal worden. Twee keer die 1,78.